Mijn naam is Stephanie Jalatu, ik ben derde generatie Molux. Ik ben vrijwilliger bij Landelijke Stichting Molukse Ouderen en ik werk nu bij Stichting Pelita. Maar ik ben ook mantelzorger geweest. Een oma had dementie en een tante had dementie. Dus ook ervaringsdeskundige. En ik heb ook nog heel veel mantelzorgers van mensen met dementie in mijn cliëntenbestand. En ik vind het een mooie ochtend, een mooie webinar, omdat het nu ook bespreekbaar wordt gemaakt en gedeeld wordt met de wereld, zeg maar, omdat we vaak onze verhalen niet delen en dat we nu ook met elkaar in gesprek kunnen gaan. Dat is mooi samengevat. Ik kom zo meteen wel bij jouw volgende vraag, want ik ben met dezelfde vraag heel benieuwd naar jouw eerste indruk, Carolien, van deze ochtend. Ja, heel mooi dat Stephanie wat jij nou zegt over dat delen. Want dat komt eigenlijk voortdurend terug. En dat gevoel heb ik hierbij ook. Van de morgen tot nu toe. En dat je daar zoveel van opsteekt. Het is een heel compact, intensief programma. Er is heel veel verteld en gedeeld. En daar word je alleen maar rijker van. En ik ben zelf onderzoeker van huis uit het gebied van ouder worden. En ik heb ook meegewerkt aan die dialogue training, die online communicatietraining met name. En je ziet bij deze sessie die we net, hè, dus de breakout, hoeveel nieuwe ideeën er dan toch weer komen. Hè? Terwijl we hebben er een paar jaren gewerkt, dus met een hele mooie groep. Jij was er ook met jou. En toch komen er hele leuke nieuwe suggesties voor vervolg, of hoe het nog beter kan. Dus dat is toch het delen wat je... Dat je eigenlijk ook elkaar leert kennen en toch een soort van sociale infrastructuur opbouwt. Dus ja. Heel blij. Oké, nou zonder jou te willen overvragen, want dat is wel een beetje lastig zijn. Maar heb je een voorbeeld van iets nieuws wat je gehoord hebt? Misschien gedurende het project, maar misschien ook deze ochtend? Ja, wat ik bijvoorbeeld in onze breakout hoorde, want we hadden natuurlijk wel die online communicatietraining is met name ontwikkeld met mensen die opleiders die case management bijscholing geven. En natuurlijk hebben we gedacht van nou, dit is natuurlijk ook heel mooi voor praktijkondersteuners of voor wijkverpleegkundigen en iemand in het publiek zijn we, ja, maar ook voor ergotherapeuten. En zeker die ergotherapeuten die helemaal gespecialiseerd zijn in dementie. Maar ook voor een bepaald project, een samenwerkingsverband, waar ze eigenlijk juist aan die communicatie met mantelzorgers willen werken. Dat is gewoon heel, heel zinnig, heel praktisch. Ja, mooi, mooi. En Stephanie, want bij Caroline heeft al laten vallen dat ze een onderzoeksachtergrond heeft en vooral betrokken is geweest in het betrekken van het onderwijsdeel en om te komen tot de e-learning modules. En wat was jouw betrokkenheid in dit project? Ik heb als mantelzorger meegedaan in de co-creatiegroep met mantelzorgers. Dus met een mantelzorger van bijvoorbeeld Marokkaanse afkomst, Turkse afkomst, Gulesh, die bij ons in de breakout sessie 2 zat en haar verhaal heeft gedeeld. Met een mantelzorger van Chinese afkomst. En tijdens die groepsbijeenkomsten hebben we onze ervaringen gedeeld. En ook aan de hand daarvan zijn de producten die ook op de website staan gemaakt. Dus we hebben ook onze eigen input kunnen geven. En heel fijn is dat er nu ook video's zijn gemaakt. En niet alleen maar alles op papier staat of op een website. Wat ook niet vaak gelezen wordt of goed geïnterpreteerd wordt. En ik heb begrepen naast video's ook geluidmateriaal. Ja, hè? De podcast. Ja, ik heb al eentje mogen luisteren en het was gewoon heel herkenbaar. En wat voor mij als mantelzorger of iemand van Molukse afkomst, hè, van een andere cultuur, misschien heel vanzelfsprekend is, kan voor een ander niet vanzelfsprekend zijn. En dat maakt dat het voor een professional wel goed is om te weten hoe gaat dat nou eigenlijk. Hoor ik je misschien ook wel zeggen dat het voor de professional ook goed is om nog eens een keer doordrongen te zijn van het feit dat er een enorme diversiteit is. Ja, diversiteit dus en de cultuur, maar ook de context, zeg maar. Want ik ben natuurlijk derde generatie en dan kun je zeggen, ja, je bent hier geboren en dus je bent net als de Nederlandse mantelzorger eigenlijk. Maar
doordat ik toch opgegroeid ben in de Molukse gemeenschap en misschien ook nog wel de intergenerationele trauma's doorloopt van generatie op generatie, dat je daar ook nog mee te maken hebt met de loyaliteit, het zorgen voor die anderen, de ander voorop stellen. Dus het mantelzorgen wordt daarin ook zwaar, omdat je ook die taak krijgt, ook als derde generatie. Ja, nou hoorde ik nog eventjes over de producten, want ik ga zo meteen naar een andere vraag toe. Maar mij is bijgebleven uit het gesprek met Evelien en met Savitri dat we niet alleen maar moeten focussen op cultuur. Nee, klopt. Maar de persoon in zijn totaliteit zien. En heb jij daar ook iets van gemerkt in jouw co-creatiegroep? Ja, want je moest natuurlijk ook kijken van, het was ook herkenbaar. En je bent bijvoorbeeld de oudste of je bent de vrouw in de familie. Dat je dan inderdaad vaak de taken hebt en de mannen een mindere rol of een andere rol krijgen. Dus dat was ook heel vaak herkenbaar binnen de co-creatiegroep van mantelzorgers. En het niet weten waar je moet zijn of niet de diagnose hebben, maar wel de symptomen herkennen, maar dat de diagnose niet gesteld werd. Dat gaat echt over de grenzen van culturele diversiteit heen, hè? Ja. Oké. En Carolien, nu hebben we een aantal producten gemaakt die ingezet kunnen worden voor verschillende types, groepen mensen, zal ik maar zeggen. We hebben wetenschappelijk onderzoek gedaan tot een proefschrift gaat leiden. We hebben onderwijsmateriaal gemaakt. We hebben materiaal voor mantelzorgers gemaakt. Hoe vind jij dat we dat in verhouding tot elkaar moeten zien? Hoe kunnen we dat in een totaalplaatje neerzetten? Nou, zoals het project was opgezet, was het echt het idee dat het promotieonderzoek van Minaal, dat een heel, eigenlijk de belangrijkste voedingsbron zou zijn om die producten te ontwikkelen. En natuurlijk is dat uiteindelijk natuurlijk niet de enige bron, want uiteindelijk, zeker als je in co-creatie gaat werken, dan krijg je ook ter plekke weer de ervaringen van de mantelzorgers, van de professionals, waardoor je het nog meer diepte kunt geven. Dus dat is een hele mooie, hele mooie interactie. En heel effectief ook. Ik denk wat hier in 4 jaar is bereikt, dat had je anders veel langer geduurd. Want normaal duurt zo'n promotietraject 4 jaar. En daarna moet er weer opnieuw geld aangevraagd worden om eventueel daar nog praktische dingen uit te ontwikkelen. En nu begonnen we eigenlijk al, eigenlijk zo'n beetje halverwege al van met nadenken en heen en weer pingpongen van, hey, wat kunnen we hier nu precies mee? Wat weten we nu? En wat kunnen we nu eigenlijk al inhoudelijk vertalen in producten? Dus dat is in die zin heel efficiënt. En het heeft ook geresulteerd in een hele mooie spontane samenwerking. Ook een soort kennisinfrastructuur waar we heel lang mee vooruit kunnen. Van zo'n kennisinfrastructuur, dat is dus organisaties en mensen met ervaringskennis of met wetenschappelijke kennis, die vinden elkaar niet automatisch zoals wij normaliter de Nederlandse kennisinfrastructuur in elkaar zit. En door zo samen aan de slag te gaan, krijg je dat wel voor elkaar en dan vind je elkaar in de toekomst ook veel gemakkelijker te vinden. Ja, je noemt de toekomst al. En kijk, zeker degenen die heel erg actief betrokken zijn geweest, hè, in de totstandkoming van deze producten, die hebben misschien na 12:15 het idee van, hè, dit zit erop. Maar aan de andere kant weten we ook heel goed, het gaat nu eigenlijk pas starten. Hè? Dat wat gemaakt is, dat moet gebruikt worden. Dat, hè, we willen volgen hoe dat gebruikt gaat worden en door wie. Misschien een beetje te vroeg om te vragen, maar Stephanie, wat zijn jouw ideeën daarbij? Je mag je ook beperken tot 1 product, maar hoe zou jij dat verder willen brengen na vandaag?
Sowieso het project weer bekendmaken, ook bij mantelzorgers en vooral ook bij mantelzorgondersteuners, zeg maar. Ook als professional zelf zijnde. Ik zit dan in de regio Limburg en heb natuurlijk ook contacten met professionals, hè, met mantelzorgondersteuners. Maar ook met mensen die zorgen voor iemand met dementie. Want vaak weten ze niet eens dat ze mantelzorger zijn. Dus ook aan hun materiaal laten zien, omdat ze er, als ze er niet over willen praten, wel op hun eigen momenten, in hun eigen tijd, naar bijvoorbeeld de filmpjes zouden kunnen kijken. Dat is heel mooi dat je dat zegt, want in de voorbereiding van vandaag kwamen we spontaan ook op het idee, en we is dan in deze VAROS en NOOM, om ook de mantelzorgers zelf, de oudere mantelzorgers en de ouderen zelf met een migratieachtergrond kennis te laten maken met dit product. Dus in de komende week gaat er binnen 1 week tijd komt er in de regio Utrecht iets van 200 mantelzorgers en ouderen met een migratieachtergrond bij elkaar. Waarin we inderdaad live willen laten zien wat er gemaakt is. Dus dat is de kant van de praktijk, zal ik maar zeggen. En wat zijn volgens jou de vervolgstappen voor het onderwijs en voor de wetenschap? Ja, ik denk voor onze VAROS-praktijk horen wij heel graag jullie ervaringen terug de komende weken natuurlijk. Komt goed. Maar wij, voor ons is het, wij hebben het nu ook geïntegreerd in ons trainingsaanbod. Dus dat is sowieso heel belangrijk. We worden online natuurlijk veel geraadpleegd en we geven veel trainingen aan professionals, aan POH's en case managers. Bovendien, als het gaat om die dialogue trainer, die online communicatietraining, die gaan we nu in ieder geval integreren in die post-HBO opleidingen voor case manager. Dus dat is natuurlijk een heel belangrijke stap, want dan bereik je ook meteen tientallen specialisten eigenlijk per jaar. Dus dat doen, zou ik zeggen. Doen. We gaan ons niet vervelen volgens mij de komende tijd. Nou, we gaan echt richting het einde van deze ochtend. Maar toch wil ik jou eerst, Miss Stephanie, vragen. Wat zou je de deelnemers mee willen geven naar aanleiding van deze ochtend, maar ook naar aanleiding van jouw eigen ervaringen? Dus kan ook best wel persoonlijk zijn. Wat zou jij mee willen geven? Vooral als het gaat om de professionals, win het vertrouwen eerst. Maak eerst contact. Normaal ga je als professional meteen naar iemand toe omdat hij een vraag heeft, maar het antwoord komt vaak niet direct, maar probeer ook een beetje een band op te bouwen, tijd te nemen om te luisteren naar hun verhaal, hè, met de cultuur en de context, zodat ze vertrouwen hebben en ook hulp gaan vragen, want ze komen echt niet naar je toe. Oké. Ja, mooi. Dankjewel. Jij, heb jij nog iets waarvan je zegt, dat moet ik echt kwijt, moet ik echt delen? Ja, dat ben ik weer rond met waar we begonnen. Van toch dat delen. En ik wil benadrukken van de producten die er nu liggen, die zijn enerzijds heel inhoudelijk over kennis en zo, maar ook sommige zijn heel erg emotioneel. Tenminste, die komen heel, ja, sommige filmpjes komen heel erg binnen. Dus deel dat ook met elkaar. Hè? Want wil je iets bereiken, dan is kennis delen niet voldoende, maar deel ook die emoties. Want dat is wat het belangrijk maakt. Mooi, mooi. Ik neem lekker de vrijheid, want dat mag volgens mij best wel als we aan elkaar praten zijn, om ook iets te halen uit deze ochtend. En dat is dat ik ergens gehoord heb over de combinatie van zorgen voor een ander, dat je dat doet vanuit liefde. En volgens mij is dat echt etniciteit overschrijdend. En daar komt ook het verantwoordelijkheidsgevoel bij. En wat mij betreft is het niet of-of. Maar het is een en-en. En dat zijn hele mooie basisuitspraken om mee te nemen in al dat vele werk wat we met z'n allen nog te doen hebben. Ik dank jullie hartelijk voor deze mooie afronding, Carolien en Stephanie. En the floor is yours again, Roshni. Ja. Aan jou de echte afsluiter.